is door meneer Jeuken gemaakt. Ontworpen, zo moet ik zeggen. En door een hele hoop vrijwilligers in elkaar gezet. Het licht tegemoet. Symboliseert de poorten, maar ook de poorten van Maastricht. Ook de poorten naar het verleden. Ja. Naar het Romeinse verleden van Maastricht. Ja. Middeleeuwse verleden van Maastricht. En aan de sterren op de trommen te zien hebben we hier te maken met Maastrichtse muziek. Het zijn drie stadsharmonieën gezamenlijk. Ja. Orkesten die, als ze nog eens flink willen uitpakken, ja, de krachten bundelen. Ja. Net als in veel andere steden zijn de stadsharmonieën, de harmonie van het centrum van de stad, ja, niet meer echt in topconditie. Nee, kijk, de steden zelf zijn, de binnensteden zijn, wonen natuurlijk wat minder mensen. Dus ook wat minder kinderen en dat soort dingen. Maar de stadsharmonie hebben zich bij elkaar gevoegd voor wat grotere evenementen. Dus ze zijn volstrekt nog zelfstandig, maar dit soort evenementen wil men graag samen opluisteren. Ja. En dat lijkt mij niet onverstandig, als ik zo vrij mag zijn om dat te zeggen. Want waarom zou je met drie krakmikkige muziekgroepjes de straat op gaan als je nog... Als je het zo doet, fantastische muziek kunt brengen. Ja. Terecht applaus voor deze combinatieharmonie van de harmonie Ster der Toekomst, de fanfare St. Joseph en de Koninklijke Harmonie van Maastricht. En misschien is het wel heel aardig om dat korpsen zijn van verschillende signaturen. De Ster der Toekomst is de oude socialistische harmonie, de roeien. De Koninklijke Harmonie is natuurlijk de neutrale vereniging in deze stad. En de fanfare St. Joseph is natuurlijk van oorsprong een zeer rooms-katholieke vereniging. En die werken samen en het is geen enkel probleem om in deze heilandsvaart samen te laten spelen. Overigens ook niet in de stadsprocessie. En dat geeft wel iets aan dat heilandsvaart iets meer is dan alleen maar een puur kerkelijk gebeuren of een puur religieus gebeuren. Maar het geeft natuurlijk ook wel een beetje aan dat de ontzuiling van het verenigingsleven natuurlijk ook wel... Het maakt niet meer zoveel uit of je bij de rooie of bij de neutrale bent. Je gaat het bij je muziek te maken. Ja. En vooral omdat je opa en je overgrote opa erbij was. Dat is veel belangrijker. Dat komt ook voor, ja. Dat was een serenade voor de mensen op de autoriteitentribune, de hoogmogenden. En nou gaat het richting Grote Gracht voor de
Als ik het goed heb, hè? Ja, dan gaan ze naar de grote gracht. En dan gaan ze naar het Vrijthof. Naar het Vrijthof. Dat betekent dat ons tweede paneel, twee van de zeven panelen, taferelen in deze